Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega groot onbewoond eiland bouwen. Ik ben hier namelijk gestrand en wil nu heel graag ontsnappen. Kan ik uit de handen blijven van de gevaarlijke piraten en een manier vinden om te ontsnappen? Of zal ik hier voor altijd vastzitten? Nu is de tijd om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken en abonneer op mijn kanaal. Want anders zit jij straks ook vast op dit onbewoonde eiland. Nou jongens, daar staan we dan weer. We zijn hier met allemaal kijkertjes, allemaal bekende kijkers, maar ook een paar nieuwe namen en zo. Deze groep hier gaat weer een nieuwe map maken. Deze keer wordt het een onbewoond eiland waarvan ik moet gaan ontsnappen. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Jongens, waarom moet ik daarvan ontsnappen? Waarom ben ik daar? Hebben jullie al een reden of... Nou, dat zie je vanzelf al, toch? Denk ik. Misschien weet u het misschien een beetje. Ja, iets met misschien met de vorige video over een gekhuis en zo. We gaan het allemaal zien. Jongens, ik wens jullie veel succes met het bouwen van dit eiland. Willen jullie nog wat leuks zeggen? Nee. Doei. Doeg. Let's go! Zijn we dan? We staan hier met David en Bosbes. In de vorige video waarin de kijkers een gekhuis gingen maken, was ik ontsnapt via een luchtballon. En het blijkt nu dat we met deze luchtballon bij een eiland zijn aangekomen. David, de ontsnapping was goed gegaan. Wat ben ik trots op ons. Gek dat we Bosbes hebben meegenomen gezien de conditie. Maar het is land in zicht. Ik weet niet of we hier iets aan hebben, maar ik weet niet. We vliegen al voor mijn gevoel heel lang. Ja, we zijn al zo lang onderweg en eindelijk... Eindelijk land. Ja, het bliksemt ook, dus we moeten denk ik sowieso even oppassen voor het weer. We willen hier niet opkomen, denk ik. Dus op het eiland? Ja, prima. Alleen, ik weet niet wat er nog meer is naast de zee, zeg maar. Hallo? Wat gebeurt? Nee! We zijn gecrashed! Nee! We zouden hier niet moeten landen, je zicht het letterlijk nog. David! Waarom had je niet iets anders dan een luchtballon kunnen regelen? Er was zoveel meer mogelijkheden. Oh. Weer gecrashed. Oh, we zijn gecrashed. Nee. Oh man, we zijn op een onbewoond eiland gecrashed. Ik zie wat hier gaan. Ik zit met jou en met Bosbes. En ik weet niet of ik dit nou heel leuk vind. Oh mijn god, waar zijn we? Wat is dit? Ik dacht, nou, leuk dat we van boven ernaar kijken. Maar niet gedacht dat we er daadwerkelijk op zouden moeten lopen. Oh mijn god. Wat is de planning? Nou, ik denk dat we allemaal beter even onze eigen kant op kunnen gaan. Nu het toch zo'n groot eiland is. Prima. Weet je, ik begeleid Bosbes wel. Dan, ja, graag. Ik wil niet te lang bij hem blijven. Hij ziet er nog steeds echt angstjaagd uit. Ja. Weet je, prima. Doe jij je ding. Doe je ding. Ja. Ik kijk wel even of ik hier iets mee kan fixen alvast, oké? We zien je zo. Joejoe. Oh, mijn god, jongens. We zijn gewoon gecrashed op een onbewoond eiland. Oh, er staat daar iemand. Oh, nee, er staat er een piraat. Ik zag al een piratenschip. Ik denk, nou, dat zal wel niks interessants zijn. Maar dat is wel wat interessants. Staat daar daadwerkelijk volgens mij... Oh, nee, hij heeft me gezien. Hij heeft alles gezien hier. Oh, nee. In de video waarin de kijkers een gekhuis moesten maken, jongens, dan hadden jullie natuurlijk gezien, was ik ontsnapt via deze luchtballon. En nu zijn we hier geland. En nu moet ik, denk ik, ontsnappen vanaf dit eiland. Hoe, weet ik nog niet. Misschien dat de boot een goede optie is. Dat ik het boot kan kapen of zo. Maar laat ik nog maar heel even de piraat vermijden. En even kijken wat hier nog meer is. Want ik denk dat die piraat echt leuk vindt als ik zomaar iemand in een gevangenispakje op hem af kan lopen, weet je. Laten we even kijken, wat is hier nog meer? Oh mijn god, ik zag sowieso al een vulkaan. Hier een ingestorte grot met een skelethoofd en een bot. Maar daar kom ik niet in. Oh mijn god, daar kan ik helemaal heen. Kan ik erin? Kan ik hierheen? Nee. Ah, ik kan hier net niet in. Het is helemaal dichtgegroeid. Kijk, wat is er nog meer? Het is best een groot eiland dit. Oh, hier is water. Oké, met wat zit hier wat achter? Nou, volgens mij niet echt of zo. Oké, het is gewoon een riviertje. Ja, die loopt gewoon het water in hier. Oh, met een watervalletje zelfs waarschijnlijk. Oeh, dat ziet er fancy uit. Is er iets achter? Er is altijd iets achter de waterval, jongens. Er is altijd iets achter de waterval. Oké, laten we eerst even op avontuur gaan kijken wat voor mysteries dit eiland allemaal heeft. Dit is wel een schip of zo. Lijkt wel een... Ja, dit is een schip. Oh mijn god, waar gaat dit heen? Nou, weet je wat? Ja, want daar gaan we gewoon even kijken. Wat is dit? Oh, dit is een doolhof. Nee! Waarom is het nou weer een doolhof? Het is altijd wel een doolhof. Oh mijn god, wat is dit? Ben ik? Een soort bunker? Hé, een map! Oké, dit is waar ik ben. Daar is een groot kruis. Het schip staat niet op de map.
En daar heb je de vulkaan. Oké, okay. Goed om te weten wat dit is, alleen ik weet niet wat ik hier aan ga hebben. Amethyst shard, ik laat het allemaal nog maar even zitten. Een ijzeren sleutel. Weet je, ik laat het allemaal nog maar even zitten en ik kom hier later wel gewoon terug, weet je. Is goed om te onthouden. Ik weet namelijk niet of ik dan van iets of van iemand iets ga stelen of zo. Oh, wie is dit? Oh, ik zie een nametag. Wacht, laten we even kijken of... Wie is hier nog meer? Dit is een onbewoond eiland. Waarom zou je hier zijn? Wie is dit? Wat is dit? Hallo? Laten we even kijken. Oh nee, volgens mij slaapt hij. Hallo? Hij heeft een dekentje over zich heen. Wakker worden! Ah. Hallo! Oh. Goeie... Ik kan niet zien wat voor tijd het is. Wie hallo! Ben jij? Ik ben Max. Aangenaam. Ja. Gestrand. Ja. Wat doe jij hier? Wat, Gestrand, ofthans gecrashed zelfs. Ik was met een luchtballon lekker aan het vliegen. Bliksem, boempats. Ik ben hier. Ik zag jij lekker onder je dekentje liggen, maar... Het spijt me dat ik je even stoor. Alleen, waar ben ik? Ik wil je weg. Ja, wie ben jij? Probleem, wat doe jij hier ook? Dat heb ik dus ook. Jij bent ook met een luchtballon hier gecrashed. Nee, ik heb dus ook waar ben ik en ik wil hier weg. Oh, jij hebt hetzelfde probleem. Hey, ja. Dit is jouw hutje of zo? Ja, ik heb hier een paar jaren overnacht en zo. Dit is, jaren? Ik weet niet hoe lang ik hier al zit, maar... Ik wil niet een jaar hier zitten, ik wil weg. Ik wil naar huis. Dat is in ieder geval geen ontsnapping mogelijk, zover ik weet. Dat vind ik niet zo leuk dat je dat zo zegt. Dat er geen ontsnapping mogelijk is. Ja, daar kan ik ook niks aan gaan doen, anders was ik hier niet. Dat klopt, daar heb je een goed punt. Hey, maar je hebt helemaal niks. Je hebt geen pogingen gedaan, je hebt geen... hoe noem je dat zo? Raft? Ik weet niet wat het Nederlandse woord is. Geprobeerd te bouwen. Nee, niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus je hebt ook geen tips, geen hints, geen hulp. Ja, dat weet ik niet. We kunnen samen proberen te ontsnappen. Ik was hier met twee anderen gecrashed. Ik zag een piratenboot. Zijn er andere mensen? Ja, twee anderen en een piratenschip een zag ik alleen. Oh, die zijn net, dan denk ik. En een piraat zelf. Zag ik ook. Oh. Nou, dat is voor de eerste bewoners in jaren dan. Ja, toevallig dat het allemaal op dezelfde dag is. Hey, maar loop anders even mee. Dan stel ik je voor aan David. En ja, Bosbest is misschien niet zo leuk om je voor te stellen, maar hij is deel van dit avontuur. Ja. Oké. Okay. Oh, daar zijn twee piraten. En daar mensen. Ja, kijk, ik weet alleen niet of we met ze willen praten. Oh, ik maar... hou helemaal niet zoveel van mensen. Ik ben ook een mens en je was enthousiast om mij te spreken. Ja, maar kijk, jij draagt een andere outfit. Zij dragen een piraten-outfit. Ik draag letterlijk een gevangenis-outfit. Ik weet niet wat enger moet zijn. Gevangenis? Wat is dat? Oh, dat weet je. Oh, je zit hier echt als... Weet je, laat maar. Ik heb veel vragen, maar ik ga praten met ze. Blijf jij hier? Ja, oké. Okay. Prima. Hallo? Hallo? Goeie... Hoe laat is het? Hallo? Goeiedag. Wat moet jij hier? Ja, eigenlijk helemaal niks. Ik ben blij dat ik jullie ook zie. Jullie zien er erg vriendelijk uit. En ik dacht, misschien kunnen jullie me helpen. Ik ben hier. Kijk, zie je die grote ballon daar op de grond liggen met allemaal kleurtjes? Was niet de bedoeling. Ik ben gecrashed. Ongelukje kan gebeuren. Je weet hoe het zit. Wie is nou wel eens niet met een luchtballon op de grond gecrashed? Maar lang verhaal kort, ik wil je weg. En jullie hebben een schip, zie ik. Mag ik mee? Ja, dat is ons schip. Ja, mag ik mee? Nee. Hoezo niet? Dat is ons schip, dat zei je net. Ja, het mag jouw schip blijven, maar ik wil gewoon mee. Het hoeft niet zo direct mijn schip te worden. Nee. Hij is kapot. Hij is kapot? Jullie schip is kapot. Oh, ik zie het inderdaad. Oh mijn god. Ja, als hij heel was, dan zouden we toch weg zijn gevaren. Dan zouden we toch ook niet op dit eiland zitten. Jullie zijn ook gestrand. We zijn hier gekomen voor serieuze zaken. Oké, ja, dat... Ja, we willen graag dat jij niet in de weg loopt. Prima, ik ga al. Ik ga al. Hey, rustig aan. Prima. Doe jullie ding. Oké, jongens, zij zijn dus ook gestrand. En het schip, nu ik het zo zie, is inderdaad helemaal kapot gewoon. Wacht trouwens, ik ga even terug naar... Ik heb zijn naam niet eens gevraagd. Oh mijn god, wat onbeleefd. Medebewoner... Oh ja, hier ben je. Oké. Oh, hallo. Update. Ze willen ons niet mee. Nog een update. Het schip is stuk. En hoe heet je eigenlijk? Ik heet Bart. Ik kan het lezen, Bart. Kom mee. Bart, we gaan een plan maken. Nu dat schip daar ligt, dan, dat zijn de eerste bewoners. Na de eerste stranden, naar... Ja, dat denk ik na 5 jaar of zo. Ja, toevallig met mijn stranding, ja. Ga door. En ik denk dat ik je dan wel kan helpen met ontsnappen en zo. Als we die boot kunnen repareren en of meegaan met hun of kapen... We hebben in ieder geval hier wel genoeg hout, zeg maar. Ja, het hout is er zeker. Maar ik hoorde ook dat iemand zei dat ze op een belangrijke missie waren. Oftewel, ze waren hier waarschijnlijk wel met een doel. Of ze zijn daadwerkelijk alleen gestrand. Weet je wat? Ik ga nog heel even op avontuur om even een beetje rond te kijken. Of zullen we naar het schip samen? Ik denk dat het handig is dat we heel even naar het schip gaan om te kijken. Ja, dat, prima. Dan gaan we even naar het schip. Nodig voor hebben. Of we die kunnen repareren. Oké, Bart, welkom bij missie Schip Kapen. Update, nogmaals. Het schip staat vol met piraten. Ze zijn aan het kijken, dus we moeten oppassen. Ik zie wel heel veel gaten.
Dus ik weet niet of we moeten tellen hoeveel gaten er zijn en hoeveel hout we dan nodig hebben. Of is dat niet verstandig? Kan jij ze niet afleiden? Dan kan ik kijken of ik daar naar binnen kan. Kan ik kijken wat we allemaal nodig hebben. Andersom kan ook. Ik wil ook wel kijken. Ja, kijk, ik ben echt een boten-expert, zeg maar. Ik heb hier al zo lang gezeten. En nog steeds geen boot gemaakt. Ik snap hem. Hallo, piraten! Ik heb wat gevonden wat jullie kan helpen. Oké. En misschien dat jullie daarentegen mij kunnen. Hoeft niet. Maar ik heb wel zo'n 2, 4, 6, 8 stompjes daarvoor nodig. En dan bedoel ik jullie handen, want jullie hebben helemaal natuurlijk niet echt vingers. Kom mee. Ik hoop dat dit goed is voor je. Ja, ik hoop het ook. Kijk, ik hoorde dat jullie hier ook op belangrijk nieuws waren en zo, weet je, met z'n allen. En weet ik veel wat allemaal. Dus toen ik hier... weet je, mijn luchtballon die daar is, die heb ik toch niet meer nodig. Weet je, alles wat jullie daar kunnen vinden en daar nodig van hebben, mogen jullie hebben. Zoals het hout, het wol, het ding waarmee het vuur wordt aangestuurd en zo. Ik dacht, misschien hebben jullie er wat aan. Ik heb er toch niks meer aan, deze stronthoop. Dus kijk maar rond, doe jullie ding. Weet je, dan is dit mijn cadeau aan jullie als vriendelijke piraat. Mogelijk in de toekomst. Het is een neergestorte luchtballon waar we ook niet mee weg kunnen. Nee, maar misschien dat jullie materialen kunnen gebruiken voor jullie schip. Ik zag natuurlijk dat hij stuk was. Mm-hmm. Nou, ik probeer ook maar te helpen. Oké. Kijk maar rustig rond. Doe jullie ding. Oké, terwijl zij rondkijken ga ik even kijken of Bart al een update heeft over het schip. Nou, Bart, hij heet gewoon Julian. Oh, je bent alweer hier. Ben je op het schip geweest? Ja, ik heb goed gekeken. En? Ja, we hebben nodig, er was vooral heel veel hout, zeg maar. Dus 20 houtplanken. 20 houtplanken? Oké. Dat moet ook voldoende zijn. Ja? Ja, 10 zeil, want er mist ook wat zeil. Oh, er mist zeil. Oké, prima. En nog 7 touwen om die zeilen aan vast te knopen. Oké, dus 7 touw? Ja. Hoeveel zeil zei je? 10. 10 zeil en 20 hout. Ja, en terwijl ik op dat schip zat, vond ik ook dit... Oeh, oké. Een pickaxe en een sandstone breken. Ik denk dat daar wel ergens voor bedoeld is, wat je hier moet doen. Oké. Nee, dan ga ik kijken of ik hiermee iets kan. Ik ga voor alles zorgen. Ga jij maar gewoon hier het schip goed in de gaten houden. Zorgen dat stel zij repareren het eerder dan wij. Of zij kunnen het repareren, want weet ik voor wat die piraten. Hou ze bezig, weet je? Ja, is goed. Ik doe wel gewoon mijn ding. Blijf jij hier voor enige updates, dan doe maar de vogel lokroepen en dan kom ik wel, oké? Ja, top. Ajoejoe. Oké, jongens, we hebben de pickaxe, de sandstone breken. Dus als wij sandstone vinden, gaan we dat hakken. Dan verder, kijk, volgens mij, dit zag ik al de hele tijd, allemaal houtblokjes hier. En dat is denk ik de houtblokjes die ik nodig heb, gok ik, de plankjes zeg maar, om het schip te repareren. Dus laten we elk plankje dat ik tegenkom pakken, want ik heb er 20 nodig. En er is hier van overal drijfhout en weet ik wat allemaal. Ik weet niet of het ook op het strand is aangemeerd, waarschijnlijk niet. Maar hier, kijk, dit soort dingen. Hebben we gewoon allemaal nodig, tot ik er 20 heb. Kijk, dit gaat goed, de piraten die zijn... Waar zijn de piraten? Verdacht. Precies niet meer. We hebben er 8 op deze manier. Hier nog eentje. Maak 9. 10. 11. 12. 13. Lukt het, meneer de piraat? Oh, hij ontsnapt. Oh, hij heeft ook de grot gevonden. Hij schrok van me. Dag, piraat. Ook op zoek naar eten. Ik sterf van honger. Ja, wij ook. Ja, ik snap het. Onbewoond eiland. Hangen wel veel... ik zeg geen kokosnoten. Het ziet er niet lekker uit. Ja, laat ik maar zeggen kokosnoten. Misschien dat het kokosnoten zijn. Hé, wat is dit? Oh, dit is de sandstone. Oh mijn god. Ik zag een wit vliegend dingetje en ik denk, wat is dit? Oh, dat is de sandstone. Die ga ik zo hakken. Ik kan het niet nu doen waar de piraten bij zijn. Huh? Hoe is hij hier? Huh? Oh mijn god. Hij ging de grot in. Hoe komt hij hier terecht? Hoe snel is... Is hij weer gaan slapen? Hij zou in de gaten... Oh mijn god, hij zou in de gaten houden of alles goed ging. Hij is lekker gewoon hier aan het slapen. Oh mijn days. Laten we even trouwens in zijn huisje kijken. Hij heeft hier helemaal niks. Hij heeft een bed. Oeh, hij heeft hout. Top. Hier heeft hij ook hout. We zijn huisje gewoon aan het plunderen. Oh, het schiet op, jongens. Hier is heel veel zelfs. We hebben nog maar eentje nodig. Ja, we hebben er 20. Oké, dat is het eerste. Laat ik die dan gewoon hier even in mijn inventory doen. Dan, ik ga niet de vulkaan op of zo. Dan moet ik eigenlijk dat sandstone even breken. Maar ja... Daar zijn zij al en er was bliksem naar boven. En eigenlijk is het geen goed teken om richting bliksem te lopen. Maar het klinkt wel zo'n leuk avontuur. Hierbovenop is niet echt iets. Dit is in de ding... Oh mijn god, de piraten zijn binnen. Oh, de piraten zijn in de grot gekomen. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Oké, dit kan ik niet redden, dus ik moet wel via die ingang gaan. Kunnen ze er wel in? Hebben zij me opengemaakt, die grot? Of heb ik een doorgang gemist? Oh mijn god. Wacht, kijk, ze gaan eruit. Oké, als zij eruit zijn, ga ik er gelijk in. Oh, ze hebben hem opengehakt. Ik zie het al. Ja. Oh, dat hebben zij voor... Ah, top. Dat hebben zij voor mij gefixt. Doei. Oké, waar ben ik? Oh, nee. David. Bosbes.
Wat is er gebeurd? Oh, ja. Ze hebben ons opgesloten. Ik was jullie helemaal vergeten. Ik ben heel eerlijk. Ik was helemaal vergeten dat jullie ook deel waren van dit avontuur. Maar jullie zijn hier ineens. Wie hebben jullie opgesloten? De piraten, ja. Ze overvielen ons ineens en... Allemaal luid geschreeuw en alles. Ik hoorde ze iets zeggen over een waterval. Ik weet... Over de waterval. Ja, oké, dan weet ik al misschien een beetje waar je het over hebt. Ik weet waar de sleutel ligt. Ik weet waar ik de sleutel kan vinden. Alleen dan moeten jullie wel braaf blijven, oké? Doe gewoon jullie ding. Ja. Verander niet in zo'n skelet dat je daar achter je ziet. Ik ben een beetje bang geworden voor hun. Ja, dat snap ik. Ik ga het regelen voor je, oké? Ik ga het regelen. Ja. Ik ga eens even kijken of ik hier van alles kan plunderen en zo. Pas op voor de lava. Kijken wat ik hier allemaal vind. Hé, niet elkaar slaan. Hé, ik zei braaf blijven. Ai. Ja, ik snap het. Het is bos. Ik ga er snel van over dat ik betrapt word, oké? Ik ga het regelen. Oké, jongens. Ik zag dat ze een ijzeren sleutel nodig hadden. Er liggen overal botjes op de grond hier. Dus wat ik ga doen, is ik ga naar die waterval. Dan kan ik die grot in. Oh, ze gaat serieus proberen de... Ja, het is vast wel lekker. Probeer maar. Het is vast heel lekker. Ik moet naar die waterval toe. Want ik weet dat ik daar een ijzeren sleutel kon vinden. En dan zag ik ook een map en zo. Maar ze zeggen dat ze hier gestrand zijn. Alleen, als ik zo'n cel zie en zo'n waterval als dit... lijkt het alsof ze hier wel vaker zijn geweest of zo, weet je? Kan niet dat dit allemaal bij toeval gewoon hier voor hun gevonden is, weet je? Wat kan ik hier nog meer vinden? Of alleen dit, hè? Oppassen dat ik niet betrapt word. Oké. Hier was die ijzeren sleutel. Prima. Papier. Shards. Zou dit cel... Nee, dit zou vast geen cel zijn, toch? Nee. Dit is gewoon papier. Heb je niks aan. Er is daar wel een groot kruis. Misschien dat daar iets is onder water. Wat ik kan vinden. Want het schip staat volgens mij daar gestrand. En dit is het water natuurlijk. Is hier verder nog iets wat ik kan vinden? Ik denk het niet. Iets geheims of zo. Wat ze niet willen dat iemand kan vinden. Nee, oké. Drie bedden zijn dit. Laten we hier maar gauw weer weggaan voordat ik betrapt word. Ik heb in ieder geval de sleutel meegenomen. Dan wacht ik met David en Bosbes bevrijden. Totdat ik ook de sandstone heb gehakt. Want zodra ik hun dan bevrijd, wil ik gelijk van dit eiland af. En dan kan ik hun meenemen, weet je. Voordat ze weer betrapt worden. En dan zijn we allemaal de Sjaak. Oh mijn god, zijn ze nou allemaal bezig met het eten? Oh mijn god, ze zijn het aan het opeten. Is het lekker? Het is echt hartstikke goor. Oh ja, ik dacht dat je echt heel spontaan lekker ging zeggen. Nee, ik snap dat het goor is. Ik ga ook gewoon wat anders zoeken. Ja, slim. Doe maar. Oké, hij staat wel op de plek van... Dus ik moet hem eigenlijk even wegjagen. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik deze piraat wegjagen? Oh mijn god, ze zijn met z'n allen ineens daar. Oh nee. Heb je al vangst? Heb je al vangst? Wie zegt nou weer vangst? Ja, eetjes, ze bijt het goed vandaag. Kijk, daar moet ik zijn. Oh, wacht trouwens. Ik kan misschien gewoon achter ze haken zonder dat ze het zien. Ik doe hier niks. Zand. Vervelend. En wat ben je aan het doen? Ja, ze staan. Hoezo? Wat moet je in onze buurt komen? Ik ga al. Rustig aan. Rustig aan. Oké, nou, dat is duidelijk genoeg dat ik nog niet het zand kan gaan hakken, want ze zijn daar met z'n allen. Ik ga wel gewoon even David vragen. Hey jongens. Ik heb de sleutel. Alleen ik weet niet of het verstandig is om jullie nu al vrij te laten, want ik moet nog zand hakken, denk ik. En dan hopelijk nog iets anders vinden, want het schip is nog niet gerepareerd. We willen ons bij Filio zo snel mogelijk uit. Hoezo wachten? Ja, oké, trouwens, daar heb je wel een goed punt. Kom maar. Hier. Alleen, val niet op, want... Au! Hallo! Wat doe je? Hé, hij slaat me. Hé, maar, ik neem de sleutel weer mee. Zo. Als jullie maar niet opvallen, want als ze je betrappen dat jullie vrij zijn, weten ze dat er iets mis is, oké? Ja, had je al bij die waterval gekeken, maar ik had zo erover zeggen. Ja, en daar had ik de sleutel gevonden. Ah, top. Dus wat gaan jullie nu doen? Wat is jullie plan? Jullie zijn vrij, maar wat willen jullie doen? Verstoppen, denk ik. Ja, ik heb 20 hout. Ik heb nu alleen nog zeil nodig en touw. Ja. Gaat het met Bosbes of... Ja, ik weet niet. Het heeft allemaal echt veel impact op hem gehad. Kan je niet beter gewoon in de lava springen en dan is de pijn en leed is over? Dat gaat niet echt in, toch? Nee! Nee, Bosbes! Nee! Weet je wat? Het is misschien wel beter voor hem. Hij zag er niet al te goed uit. Dit is zijn lot. Ik denk dat dit zijn lot was. Ja. Ik bedoel, het leven, hij sloeg me dat ik eruit kwam. Ik bedoel, ik had hem bevrijd. Waarschijnlijk vond hij het wel fijn om daar te zitten. Hij dacht, dan komt er tenminste een einde aan. Hij was een brave jongen. Hij was een brave jongen. Ik wil allemaal even een F voor Bosbes in de reacties onder deze video, jongens. Kom op. Oké, David, dat is met ons met z'n tweeën. Bosbes zou erin het worden. Pas op, ze staan daar. Dus ik weet niet waar je wil verstoppen, maar doe je ding. Ik denk niet dat het verstandig is als we samen gezien worden. Want anders, ze weten niet namelijk dat ik bij jou hoor. Oké? Ik wacht hier bij jou. Ik ga cel en touw zoeken, oké? Ja, veel succes. Dankjewel. Oh mijn god, zijn ze nou daar aan het kamperen met z'n allen? Dat meen je. Nu kan ik toch letterlijk niet helpen. Nu kan ik toch letterlijk niet hakken daar. Zou er nog iets meer zijn? Voor mijn gevoel heb ik alles van het eiland wel bekeken. Oh, behalve het kruis. Laat ik even in het water kijken wat ik daar kan vinden. Bij dat kruis, weet je, of daar iets is. Ik ga me niet zeggen dat hij nog steeds aan het slapen is, toch, hè? Huh?
Hij is weg. Bart is weg. Huh? Oké. Okay. Oh, trouwens, hier is dat. Het is gewoon een gezonken schip. Oh. Oké, okay, wacht. Zijn ze hier niet? Oké, okay, ze zijn nee, daar. Nee, wacht. Oh, mijn god, waar kom jij vandaan? Ik schrik van je. Ik was naar je op zoek. Ja? What's up? Kijk, zeg maar van. Je moet die tool moet je wel voorzichtig aandoen, hè? Want ik zie ja. Dat, je dat je dat wil hakken. Ja. Maar wie weet ligt er helemaal niks. Want we hebben maar één kans, hè? Dus ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Prima. Weet je, ik bewaar hem nog even. Ik ga eerst even bij het schip kijken. Want ik denk dat daar wat is. Ik heb in ieder geval 20 hout. Moet ik dat aan jou geven? Of ik houd nog even bij me, oké? Okay? Ik ga even bij het schip kijken en ik bewaar nog even de tool, oké? Okay? Oké, is goed. Prima. Oké, okay, jongens, laten we even bij het schip kijken. Want hier stond een groot kruis. Dus ik heb zo'n gevoel dat hier ook iets... Een kist. Kijk, wat gaan we daar vinden? Papier. Oeh, touw. Oh, kijk. Zo, en een logboek van Pavel. Wie is Pavel nou weer? En goud. Maar dat goud hoeft niet. Oh, trouwens, dat ga ik meenemen om ze misschien over te kopen. Kan ik die piraten mee onderhandelen, weet je? Laat ze het boekje even lezen. Vanaf de grote boom ga 10 blokken in een rechte lijn naar het strand. Daarna 10 blokken naar het zuiden. 35 blokken in een rechte lijn naar rechts. Huh? 35 blokken in een rechte lijn naar rechts volgt. Dan een rechte lijn 12 blokken naar de vulkaaningang. Is jouw pad. Draai je 270 graden naar rechts. Oké, dus dat is 3/4. En loop 17 blokken vooruit. Ga 7 blokken richting het water. En vervolgens 4 blokken west. Oh mijn god, ik denk dat ik daar mijn ding moet hakken. Vanaf de grote boom. Dat is de grote boom. Oké, okay, jongens, we hebben een speurtocht. We moeten een speurtocht doen. Was dit alles bij dit schip? Ja, oké. Okay. We hebben een grote speurtocht die we gaan doen. Ik heb dan nog steeds dan... Oh, daar ga ik waarschijnlijk het zeil vinden. Oké, okay, komt-ie. Vanaf de grote boom gaat 10 blokken naar de rechte lijn naar het strand. Oké, okay, vanaf de grote boom, dat is dit. Dan pakken we het midden vanaf de grote boom. Dit is de grootste boom, toch? Ja, oké. Okay. 10 blokken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bedoelen ze dan dat? Nou, dat zal vast niet. Rechte lijn naar het strand. Daarna 10 blokken naar het zuiden. Zuiden is die kant op. Oké, okay, dus ik denk dat ik ongeveer wel de goede kant op ga. Laat even checken. Oké, okay, en dan 10 blokken naar het zuiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, pakken we deze. Of 10. Prima. 35 blokken rechte lijn recht naar rechts. Oké. Okay. Oh. Mm-hmm. Wat ben je aan het doen? Ik heb goud gevonden. Hier, voor jullie. Goud? Oh. Ja, goed hè. Vertel maar gauw aan je kapitein en zo. Oké, okay, nou, die is alweer even bezig. Wat? Ja, hey. Ja, ik voel me een beetje alleen eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ik weet, wil je mee met mijn avontuur of... Wat ben je aan het doen? Want ja, dus ik ben... Ja, ik ben een speurtocht aan het doen. Maar ja, het klinkt als iets heel stoms als je wil ontsnappen. Ik weet het. Maar ik heb een boekje gevonden. Oh. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Oh mijn god. Huh? Huh? Deze boom is in tweeën gesplitst. Huh? Wat is dit nou? De bliksem heeft de boom in tweeën gesplitst. Oh my days. Wow. Damn, dat is lijp. Dat gebeurt niet vaak hier zo. Nee, dat snap ik. En er is wel iets tevoorschijn getoverd. Moet ik naar binnen? Ja, wat je wil. Ja, ik ga wel. Prima. Ik volg jou wel, ja. Ja, is goed. Voorzichtig aan. Prima. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Hè? Ik was gewoon rustig de speurtocht aan het doen, want dan dacht ik, daar vind ik wel wat. Hier het logboek, wat is dit? Maar ineens wordt de boom opengesplitst door bliksem. Oh my days. Oké. Okay. Ik weet niet waar we heen gaan hoor. Ik bedoel, het is misschien ook niet verstandig dat we hierheen gaan. We moeten eigenlijk ontsnappen. Maar laten we maar voordat de piraten gaan snel opschieten. Wat gebeurt hier allemaal? Er zijn hier wel lanterns, dus ze zijn denk ik wel. Oh. Oh mijn god, wat is dit? Loe. Waar ben ik beland? Wie zijn dat? Wie hoor ik hier in mijn paleis? Oh mijn god, wat is dit? Wat lijp! Wow, wat een twist! Oh mijn jezus, wat ziet dit er cool uit. Gegroet! Gegroet! Waar zijn wij beland? Wat is dit? Spreek de taal. Ik spreek de taal van de meeste Nederlanders. Hallo. De taal die wij hier spreken, wordt nergens anders bekeken. Ze spreken een gekke taal. Ze begrijpen de taal die u spreekt dus niet. En misschien hoort u het al een beetje als ze aan het spelen zijn. Maar ze zijn nu een beetje... Ja. Waarom zijn ze paars? Waar ben ik? Ik heb zoveel vragen. Wat is dit? Dat is mijn eerste vraag. Waar ben ik beland? Wat is dit voor fantasiewereld? Welkom in mijn magische paleis. Oh mijn god, hé. Ik ben een filosoof en een magier. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus, ik ben welkom voordat ik hier vermoord word en... Dat wil ik niet gelijk zeggen, maar ik zal u wel even een rondleiding geven. Het klinkt als welkom zijn, prima. Ja. Oké, laat maar zien. Ik wil alles beter dan op het eiland met die piraten. Oké. Wacht, hier... David. Man. Die vindt het zelf wel. Ja, laat maar zien. Bloe. Dat is de taal? Oh. Ja, dat is de taal die je hebt gesproken. Maar
Negeer hun maar. Ik zal wel mijn best doen. Kom. Prima. Hugo heb je... Frederik de filosoof, oké. Okay. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik. Oh, jij bent Frederik de filosoof. Ja. Mag ik binnenkomen of... Ja, nee, laten we deze voor nu maar even overslaan. We slaan hem voor en nu laten even we over. Naar een andere gaan. Prima. Kom mee. Ik kom mee. Ja, oké. Okay. Meneer, misschien kunt u ons helpen. Met? Zoals u hier ziet, hebben wij een museum. Museum van de museum. Museum van de museum, ja. 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 Meneer. Hugo. Meneer. Hugo, David, dus... ik wist het! Wacht, er is een gast van ons. David, hierheen. Oh. Kom. Wat een kinderverstand. Wat is dit? Dit is Frederik, weet ik niet. En we zijn een rondleiding aan het doen, dus sluit aan. Oh, ja. Ja. Ik vind het wel een beetje eng. Ja, ze zijn heel aan het rondrennen en rennen eromheen. Als u even met ons meeloopt, met mij meeloopt. Museum van de museum. Museum van de museum. Hier verzamelen wij hele coole items. Ik zie het inderdaad. Die hebben we nodig. Een zuil, die hebben we nodig, dat dacht ik ook al. We hebben honing. Dus spullen nodig en ik wil u best iets voor teruggeven. Oh, je hebt spullen nodig? Ik heb van de piraten iets gestolen, want die varen namelijk niet op konen, die varen met een zeil. Dat heb ik door inderdaad. Die heb ik gestolen met mijn magische krachten. Oké, okay, en die dus, zit nu hier. Maar ja, hoeveel cel heb je dan? Ik neem aan van dat u een piraat bent. Ja? Oké, okay. Ik heb wel wat cel. Maar hier ziet u wat wij nog nodig hebben voor ons museum. Een verrekijker, oh mijn god, je hebt zoveel nodig. Zeg maar niet dat ik dit moet halen. Ik vraag drie items van u. En u drie wat maar? Cel. U mag wat cel hebben van mij. Echt? Dus als ik drie items van dit lijstje hier voor jou haal, dan... Dan krijgt u dit. En dan krijg ik cel. Dat u dat wilt, of niet? Ik wil heel graag cel, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Dat is heel mooi van u, meneer. Maar hoe heet u echt? Wat is uw naam? Ik, Max. Oh, Max? Ja, Max. Aangenaam kennis te maken. Hoe oud bent u? Is het relevant? Ja. Oud genoeg. Ik ook. Oké, laten we naar buiten gaan. Oké, okay, prima. Dus jij hebt... Maar wat moet ik halen hiervan? Ik heb nog steeds niet te horen gekregen welke van de drie. Welke drie? Dat maakt mij op zich niet heel veel uit. Ik heb er drie nodig. Ja, maar mag ik even wat tijd nemen om het in me op te nemen wat ik kan... Wat u mag kan hier halen? Blijven, inderdaad. U mag hier lekker rondkijken. Oké, okay, prima. Ik ga even bij mijn kinderen eventjes praten. Oh, dat is heel vreemd. Ja, loebeloebeloebeloe. Oh mijn god, dat vreemd. Oké, jongens, ik ben ineens in een ondergrondse magische wereld beland. Gezocht voor museum. En verder kijken kan ik misschien wel stelen, want ik weet dat de... Oh mijn god, Bosbes zat te verder kijken. Waarom is hij in de lava? Oh, die heeft hij gegeven volgens mij. Aan David. Een zeekomkommer kan ik misschien wel uit de zee plukken. Cake kan ik niet regelen. Magisch kompas kan ik ook niet regelen. Ancient debris gaat niet worden. Eindportaal gaat ook niet worden. Chorus plant denkt ook niet. Kikkerdrill ook niet. Drietand denkt ook niet onzichtbaar. Wat kunnen we hiervan regelen? We zitten op een eiland en zo. Dus wat zou je meestal op een eiland nodig hebben? Ja, een zeekomkommer en een verrekijker weet ik. En voor de rest een drietand misschien. Een kompas kan, maar magisch weet ik niet. Misschien kan je dan mee de weg vinden, weet je. Een kompas? Ja. Ja, alleen een magisch. Ja, weet je wat? Prima. Ik ga wel gewoon kijken wat ik kan regelen hiervan. Ik denk dat ze besmettelijk zijn, maar ik weet het niet zeker, want ze hebben zo'n rare kleur, weet je wel. Ja, ze zijn bruin en de inktvis hier, die gaan ook wel helemaal aan het gloeien en zo. Ik vind het heel vreemd allemaal. Ik ga het voor je regelen, of wil je nog de rondleiding doorzetten? Zelf kiezen, meneer. Maar heeft u van het museum genoten? Het was een prachtig museum. Dat, ja, dat vind ik je zo. Hey, ik ga proberen te regelen en dan... is het goed als ik hier gewoon rond mag dwalen en zo? Ja, maar ik heb wel nog iets voor u. Ik heb nog een mooie bloem van rijkdom en roem. U rijkdom heeft er niet heel roem. Veel aan, maar het is wel mooi. Ik zal hem met trots op mijn hoofd zetten, oké? Okay? Ja. Ja, is het bedankt. Goed? Ik draag hem met trots. Ja, prima. Bedankt. Ik ga op avontuur, ik ga het voor je regelen. Veel plezier en succes. En ja, fijn dag. Dankjewel. Oké, okay, Bart. Hij is niet zo heel goed in rijmen. Nee, ik merk het. Cherry van Biesbosch. Wat is dit? Ik ga alle huizen gewoon even toch stiekem in. Om even te... Ja, trouwens, ik weet alleen niet of het besmettelijk is hier allemaal. Zijn we nu geen inbrekers? Ja, eigenlijk wel. Dus laten we maar even gewoon spieken, snel. Elke keer. Kijk, hier kan omhoog. Ik weet niet of... Het is wel inbreken, maar hè, hij heeft ook het cel gestolen. Dus technisch gezien is hij ook een dief. Dus als jij... Bewaak even de buitenkant. Ik ga gewoon even spieken. Dat was voor niks. Dat was niks bijzonders. Ik zie daar wel een groot gebouw. Misschien is dat bijzonder. Ja, dat is het Frederik de Filosoofse huis. Oh, David is ook al aan het kijken. Het is wel mooi hier, moet ik zeggen. Museum, zit er wat hierin? Oh, kijk. Ja, dit is mijn troonzaal. Oh, wow. Mooie troonzaal. Mooie. Cool, wat is daarboven? Ja, dat je mag zelf een kijkje nemen. Ik ben wel zo gast. Oh, kijk, ik ben heel benieuwd naar alles gewoon. Dus ik ga gelijk naar alles kijken. Wat is dit? Loebeloebeloebeloe. Oh,
Wat zijn dit voor bordjes? Hey, ben jullie al geabonneerd? Like gelijk ook even. Hey, zijn jullie al geabonneerd? Laat ook even een cijfer achter in de comments. Ben jij al geabonneerd? Hey, dat is wel een goede vraag. Ben jij al geabonneerd, Bart? Wat is abonneren? Ik heb deze kamer nog nooit gezien, als ik heel eerlijk ben. Zijn jullie al geabonneerd, jongens? Even serieus. Wat is dat? David, kom op. Wij zijn al bekennis van sinds het gekkenhuis. Ben je al geabonneerd? Ik weet niet meer. Het gekkenhuis is zo, heeft zoveel dingen met me gedaan. Oh mijn god. Nee, niemand van jullie is geabonneerd? Ik weet echt niet. Ik weet niet wat abonneren is. Dat menen jullie. Jongens, dat kan je gewoon doen. Als je nu naar onder scrolt op deze video, dan kan je gewoon op een rood abonneerknopje klikken. Oh, wat mooi. Ik ga heel veel doen. Ja. Doe jij even? Oké, prima. Terwijl jullie dat doen, ga ik op avontuur verder. Zij, ik durf het eigenlijk niet eens jullie te vragen, maar... Hè? Tot ziens. Meneer. Ja? Ik zeg aan het museum dat u een verrekijker nodig had. Ja, en ik weet het bosperschef die aan jou geeft, vlak voordat zijn tragisch einde in de lava tevoorschijn kwam. Rust en vrede. Rust en vrede nog steeds. Ah, top. Dat is op zijn minst één. Oké, weet je, dan bewaar ik die. Dan ga ik de rest ga ik ook regelen, maar ik wil even het huis in van de filosoof. Kan jij hem even lokken naar het museum? Zeggen dat je... Ja. Oh, meneer de filosoof. Oh, oh, hallo. Wat doe je gelukkig, jong? Ik wil nog een, maar graag in het museum ook nog eentje. Museum? Ik ben zo fijn van de geluksnoemer. Oké. Ik zal voor de zegen. Bart, kan jij hier bij de deur blijven staan? Oké, wat heb ik hier? Barrel. Allemaal leeg. Hij verbergt serieus niks, die guy. Ik dacht, ik ga hier nog wel wat vinden of zo, maar ik heb hier oprecht gewoon eigenlijk helemaal niks te zoeken verder. Hoe raar het ook klinkt, maar volgens mij is die filosoof oprecht gewoon een normaal iemand naast dat hij best wel vaag is. Wat hoorde ik daar? Tocht. Sinds de boom is opengesplitst, dan waait het hier naar binnen. Oh, dus. Ja. Mm-hmm. Ja, nee, dat... dat ik kan snap ook het. Mijn zuchten zijn, weet je wel. Ja, ik soms een beetje buiten adem. Mm-hmm. Ja. Snap ik, zonder al die frisse lucht en dat virus. Hey, ik ga het regelen, dag. We laten die andere meneer nu achter. Ja, hij komt wel goed. Volgens mij is hij wel hier in zijn element. Ik bedoel, hij komt uit een gekhuis en hij lijkt sprekend op de filosoof. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel goed komt met hem. Wat ziet het er mooi uit hier meer allemaal. Meer plek voor ons op het schip als we dat... Daarom, meer plek voor ons. Oké, dus we hebben nu nog nodig. We hebben de verrekijker. Een magisch kompas. En wat hadden we nou nog meer nodig? Wat was ook weer nog meer een optie? Een drietand. Mogelijk of zo, ja inderdaad. Dus laten we even kijken. Weet je, ik ga de speur toch even afmaken. Oké, kijk wat ik kan vinden. Waar stond ik? Volgens mij stond ik hier ergens. Hier stond ik. Ja, hier. Oké, ga de speur toch afmaken en dan meeten we... Of blijven we bij me? Ik weet niet of bij me wil blijven. Of dat je zegt, ik vind het wel prima. Ja, ik kan wel even helpen met die speurtocht. Ja? Ik was vroeger namelijk heel goed in speurtochten. Dat weet ik nog. Van kind. Oké. Okay. Je moet bij een speurtocht moet je namelijk altijd beginnen bij een opvallend punt. Ja, dus... de grote boom. Oh, dit was de grote boom! Oh mijn god, dit was de grote boom! Oh! Die boom die stond hier al sinds ik hier kwam. Oh mijn deze, ja, ik zie nu, ik dacht dat dit gewoon een boom was, maar dit was de grote boom. Maar het ding is, ik moest, kijk, wat het dingetje zegt, weet je. Ga 10 blokken vanaf de grote boom. Ga 10 blokken in een rechte lijn naar het strand. En dit is vanaf de grote boom, dus zou je toch wel zeggen vanaf hier? Ja, dat denk ik dan. Ja, nou, hier. 1, 2, oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kom je ongeveer hier uit. Vanaf hier, 10 blokken naar het zuiden. Naar het zuiden is die kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kom je ongeveer hier uit. Oké, ja, ik word hier wel een beetje moe van. Ja, dat snap ik. Ja, ik ga maar denk ik weer een dutje doen. Dus, daar komt ook weer zo'n piraat aan. Doe jij lekker een dutje, ik ga wel horen speuren. Ik bevrijd ons wel gewoon. Gewoon verder alles nog even goed langs gaan. Mm-hmm. Wie weet heb je wat over het hoofd gekeken. Je weet, ik doe al even goed de spuurtocht, eventjes. En dan kijk ik wel of ik iets over het hoofd heb gezien, oké? Ik ga snel mijn bed weer in. Ga jij snel je bed in. 35 blokken in de rechte lijn naar rechts. 35. Hallo? 23, hallo! Is dit misschien interessant voor ons? Wat? Ik hoor jou tellen. Ja, ik zit hier al zo lang dat ik probeer mezelf bezig te houden. Ah, oké. Zeg maar, zandkorrels tellen. Ik wil gewoon kijken hoeveel zandkorrels het strand heeft. Bij hoeveel was het? Ik was 23. Volgens mij heb je hier eentje open staan. Echt? Ja. Oh mijn god, dan ben ik serieus de tel kwijt. Dan moet ik opnieuw. Maakt niet uit. Kan gebeuren, dankjewel. Volgens mij stond ik hier. Ik stond vol. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. 35 is gelukt. Dan in een rechte lijn 12 blokken naar de vulkaaningang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Draai hier 270 graden naar rechts. En loop 17 blokken vooruit. Oftewel, naar links is dat. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ga 7 blokken richting het water en vervolgens 4 blokken west. 7 blokken richting het water. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En het westen is... die kant op. 1, 2, 3, 4. Dat is dit blok dan, gok ik. Ik zit op 394 zandkorrels. Volgens mij ben je daar een paar vergeten. Nee joh, ik weet het wel zeker deze keer. Ja. Prima. Oké, jongens, als hij wegkijkt, dan gaan we dit ene blokje gaan we hakken hier. In de hoop dat ik wat goeds hak. En niemand kijkt. Dan gaan we. Oh jee, ik weet niet of dit de goede is, maar ik ga gewoon nog eentje hakken. Oh mijn god, heb ik de verkeerde gehakt? Volgens mij heb ik de verkeerde gehakt, hè? Oh nee, oh mijn god. Moet ik dit allemaal weghakken hier? Ik weet het niet. Ga ik dit... Oh, ja, ik heb het... Oh mijn god, ik ben blij dat ik het goede heb gevonden. Huh? Wat is dit voor item? What? Sinds wanneer zit dit in de game überhaupt? Kan dat het goud ook meenemen? Het papier niet, maar we hebben een gelukzoeker gevonden. Oh my days. Zal ik het goud gewoon aan de piraten geven? Daar heb ik toch niks aan. Weet je wat? Piraat! Meneer, ik was zandkorrels aan het graven. En kijk eens wat ik heb gevonden. Voor jullie. Oeh, dat is mooi. Ja, goed hè? Maar heb je toevallig onze gevangenen gezien? Hadden jullie gevangenen? Ja, die in de grot. Heb je die gezien? Nee, geen nee. Eerlijk gezegd. Wat zijn ontsnapt? Ze zijn weg. Zijn ze weg? Waar zijn ze? Moet ik helpen? Hey, ik geef jullie goud letterlijk. Ik bedoel, ik zou jullie gevangen. Ik heb niet eens dat de gevangenen zaten. Nee, wist je dat zeker weten niet? Dat weet ik zeker. Ja, absoluut. Dat weet ik zeker. We vinden het helemaal niet leuk als iemand zich bemoeit met onze zaken. Ik heb jullie goud gegeven. Kijk wat ik voor jullie gevonden heb. Ik kon het ook zelf houden. Dat is je punt. Had er nog iets anders in? Nee. Ja, papier, maar dat heb ik laten zitten. Dat mogen jullie ook hebben. Hé, ik wil wel helpen met zoeken naar... Ik bedoel, ik kan schatten vinden. Misschien kan ik ook wel gevangenen vinden. Ik zou oppassen als ik u was. Ik zou heel goed oppassen. Helemaal prima. Fijn weer. En let op de gezondheid. Oh, god, ik ga vandoor. Doei. Oké, jongens. We hebben nu 2 dingen. Namelijk de bijzondere verrekijker en een gelukzoeker. Wat ik nu nog nodig heb is of een drietand. Maar waar ik dat ga vinden? Man. Oprecht geen. Ik laat nog 1 keer de grot te gaan. Nee, er is helemaal niks, jongens, in de grot. Hij ligt gewoon weer in zijn nest, hè. Hij ligt gewoon weer te pitten, die Bart. Ik ga laten we even naar de gevangenen kijken. Of dan naar de gevangenen, naar de gevangenis in de vulkaan. Misschien dat ik daar wat gemist heb. Oh, maar daar zijn zij. Oh, daar zijn zij. Ik heb dat hele eilandje daar gewoon oprecht nog niet eens bezocht. Laten we daar even heen gaan. Gaan we hier over deze prachtige bult lopen. Zo. Ik weet niet hoe dat heet, gewoon steen. Deze arch. Oké, dan zijn we op het eiland en daar is eigenlijk helemaal niks. Dus dat is mooi, want... Of eigenlijk niet mooi, want ik mis nog steeds iets natuurlijk. Oh, ik kan het piratenschip even op. En als ik betrapt word met dat, ben ik wel echt de sjaak. Hé, hey, wat gaan we gewoon doen, hè? We gaan het gewoon doen. We gaan even het piratenschip bekijken. Kijken wat we kunnen vinden. Oh mijn god, wat is dit stuk? Wat is dit kapot? De drietandlegende. Oh mijn god, een boekje. Oké, snel even kijken wat ik nog meer kan plunderen. Voordat ik ga, kan ik hierin? Zou ik hierin moeten? Ik ga hier niet in. Dat ziet eruit als iets wat niet verstandig is om in te gaan. Ofwel, we gaan het wel doen. Wat is hier nog meer? Wat is hier nog meer te vinden? Helemaal niks. Oké, dan wil ik heel snel het boekje lezen, want dan moet ik echt een drietand vinden. Oh, we kunnen hier eruit. Zo, kijk. Zwemmen onder water terug naar de kant, dan ben ik hier nooit geweest. De drietand legende. Ik ga hem even lezen. Uit de zee ben ik gerezen. Ik zal uw antwoord wezen. Ik lig bovenaan de kaart. Ik hoop dat je me niet zomaar langs me vaart. Een punt in de zee. Niets meer dan dat mocht u mij vinden. Bevat ik een schat? Uit zee ben ik gerezen. Wat stelt dat nou weer voor? Ik lig bovenaan de kaart. Ik hoop dat je me niet zomaar langs me vaart. Een punt in de zee, niets meer mee dan dat. Ja, dat is een rots, gok ik dan. En bovenaan de kaart, verder dan die punt, deze rots gaat het niet waar die schildpad is. Punt in de zee. Mocht u mij vinden, bevat ik een schat. Ik ga gewoon even bij die rots kijken. Dat is het eerste waar ik aan denk, want het gaat over dingen die uit de zee steken. Uit de zee ben ik gerezen, weet je, dus een rots uit de zee. En dit is helemaal bovenaan, want hoger dan dit wordt het niet. Want de map was als het goed is, je zag daar het kruis. Het schip is er niet en verder dan deze rots gaat het niet. Kijk, een barrel. Oh, wat ben ik een slimme jongen, jongens. Had ik het zo snel heb gevonden. De drietand is er. De drietand is gevonden. Oh mijn god. Nee. Oh, ik ben gespot. Mooie schildpad. Prachtig. Kijk, hij zat vast. Ik heb hem bevrijd. Ik moet ook een beetje om de dieren geven, hè? Tegenwoordig. Toch? Hij is een oogdier. Wat? Hij is een oogdier. Die zwemmen buiten de baan. Ja, oké, dat snap ik. Alleen, ik vond het zo zielig voor die schildpad. Hij zat er zo vast op die rots. Oké. Ja. Nee, ja. Nee. Dag. Oké, jongens. Laat ik Bart wakker maken. Zeggen dat ik alles heb kunnen pakken. Dat ik alles tevoorschijn heb getoverd. Ik heb namelijk de drietand, ik heb de gelukzoeker en de bijzondere verrekijker. Dan gaan we de Frederik de filosoof gaan we heel blij maken. Bart, wakker worden! Wakker worden! Ik heb alles, ik heb een verrekijker, ik heb een gelukzoeker en ik heb een drietand. Waarom moet je telkens zo schreeuwen? Ja, omdat je misschien anders niet wakker wordt. Hè? Oh, ja. En jij slaapt nogal veel. Hey, kom mee, we gaan gelijk terug naar de filosoof in de grot. Heb je alles?
Ik heb alles gewoon. Althans, ik heb 3 dingen en ik moest er maar 3 hebben. Daar zijn we weer, in het magische paradijs. Ik vind ze zo eng. Ze zijn heel eng. Geef mij zoveel geluk. Hallo! Hallo. Ik heb je museum onderdelen. De geluksbloem heeft geholpen. Wauw. Dus ik weet niet of je naar het museum wil gaan. Oh, dat zou heel fijn zijn. Nou, laten we die kant ik heb wel nog even een vraag voor je. Ja? Want, ik vraag me af hoe je hier bent gekomen. Ja, er is bliksem ingeslagen op de grote boom. De grote boom ja, in 2 is nu een grote V-vorm en er is een opening hier. Dus iedereen kan je nu zo naar binnen komen. Oh, mijn onderdaan. Ik wil zo graag naar boven gaan al voor zoveel jaren. Je kan letterlijk naar boven lopen. Ja, maar door die boom kon dat al jaren. Honderden hoe jaren. Hoe ben je aan het zeil gekomen van de piraten? Ja, door magische krachten, zoals ik al zei. Oh, kon je de magische krachten niet de bomen opgooien? Mijn geluksbloem. Ik weet je, ik heb genoeg vragen, maar ze gaan niet allemaal beantwoord worden. Hey, ik heb alles. Laten we naar het museum gaan. Frederik, ik heb voor jou van deze dingen een magische verrekijker kunnen toveren. Oh mijn god. Ik heb... Oh, dat is trouwens een kompas. Ik bedoel, dit is de verrekijker. Dat was het kompas. En een drietand. Nee. Die 3 dingen heb ik voor jou geregeld. Yep, die kan je van je lijstje afstrepen. U bent een ware held, meneer. Ik weet het. Ik kan u niet goed genoeg bedanken. Hier, geluksbloem. Ik heb al zoveel geluksbloemen. Het is nooit veel. Maar dat klopt. We hadden een afspraak staan. Ja. En die ga ik nu nagaan. Het zeil. Die ga je nakomen. Ja, die ga ik inderdaad nakomen. Hier heeft u Kodje van de kant. Ja, bedankt. Oké. Okay. Oh mijn god, wat een mooi moment. 2, 3. 4, 5. Aan de kant. Aan de kant. Oh nee, nu is het besmet. Nee, nee. Oh, geen zorgen meneer. Ik heb er genoeg. Ik heb ook reserve gestolen. Oh, je hebt reserve gestolen. Dat gaat prima. Hoeveel heeft u er meneer? Ik heb er 1 en ik heb er nog 6 nodig. Oh. 2, 3, 4, 5, 6. Ga weg. Oh, je gaat ze ons meegeven. Ja, help, reserve is altijd. We hebben alles. Ik kan het schip help, repareren. Help. Oh mijn god. Hij komt heel dichtbij me. Weet je wat, ik ga uit deze krappe kamer hier. Zo, mooi museum nog steeds. Mooie ruimte hier. Help. David? Ja? Ik heb genoeg om het schip te repareren. Top. Maar wat wil je? Wil jij hier blijven of zeg je ik ga mee? Zo'n magische plek en alles ja, mooi. Je hebt de taal al geleerd. Ja, maar ik wil toch graag naar de normale wereld toe. Ja, ik vind het prima. Piraat. Oh, wat is dit hier? Stop hier. Oh, is gebruik om magische krachten. Gebruik om magische krachten. Uw buurzie, jullie zijn er niet welkom. Allemaal eruit of ik vervloek u. Ik zou ermee oppassen als ik u was. Ik zou ermee oppassen. Ik heb namelijk een drietand. Moet ik hier weggaan? Of oh mijn god, nee. Dat oh mijn god, wat gebeurt hier? Oh mijn god. Oh mijn god. Rennenbart! We gaan weg hier! Mark Rennenbart! Rennenbart! We gaan weg hier! Het klinkt allemaal heel vreemd! Oké, in de hut hier. Oké, ze lijken alsof ze weer naar beneden gaan. Jij zei dat je het kon repareren, laten we nu naar de boot gaan. Oké? Ik heb alles. Ik heb zeil, ik heb touw, ik heb hout, ik heb planken, weet ik veel wat. We kunnen de hele boot kunnen repareren, we kunnen zelfs een luxe schip van maken. We maken de cruise. Oh mijn god, bliksem. Dit is niet goed, we moeten rennen. Kom ik wou het zeggen, dit is niet goed. Hij gebruikt magische krachten, denk ik. Ik wilde niet weten wat het is. Oké, de boot op, snel. Kom, klimmen. Ik heb hier hout. Okay, hier, ik heb touw, ik heb zeil, ga jij dat ding maken. Maak een stuur, weet ik wat, verzin het. Ik ga het onmiddellijk fixen. Doe je ding. A few moments later. Bart, de piraten zijn er, schiet op! Ja, oké, we gaan. Bart, de piraten zijn er en die anderen ook! Schiet op! Vandoor. Ik zie dat het schip gerepareerd is, let's go! Dit is Stijn! Ja! Ik zie denk ik al die hoofden. Oh my days, dat is altijd het teken dat het einde is van de map, jongens. Als je de hoofd... Auw! Als je de hoofden ziet, betekent het dat het het einde van de map is. Jongens, of we gaan ontsnappen is dus de grote vraag, zeker. Oh, ik voel de magische krachten. Oh. Jongens, wat een lijpe map. Wat was dit cool? Wat was dit gaaf in elkaar gezet? Ik vond het leuk. Ik vond het verhaal leuk. De piraten. Au, dat geslagen werd niet. Bosbest is helaas gesneuveld. Dat vind ik wel. Jammer. Waar ben ik beland? Nee, maar het zat heel goed in elkaar. Echt leuk gedaan. Oké, jongens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. De kijkers hebben weer een prachtige map in elkaar gezet. Laat zeker even een cijfertje achter in de reacties. Voor mij was het weer echt een dikke 10 als het niet hoger kan. Als het wel kan, is het meer dan 10. Nee, het was leuk in elkaar gezet. Laat jouw favoriete deel even weten. En je favoriete moment en je favoriete karakter. Dat is ook altijd leuk om het achter te laten. En dan nu... Pwah! Kijk lekker deze video, want dit is het gekkenhuisvideo. Dit is eigenlijk het vorige deel. Als je nou niet snapte waarom we ineens in een luchtballon zaten aan het begin van deze video, moet je gewoon even deze video kijken. Een goede aanrader, ben je weer helemaal up-to-date. Gewoon doen. En dan nu spreken we laat glaasje water, 4 flesje bier. Jongens, jullie kunnen het! Ja. Hey!